Hoi, ik ben Tom Visser. Ik ben 21 jaar, kom uit Nuenen, lig net onder Eindhoven. Ik zit op de school in Helmond in het ROC ter A. En ik loop nu stage op een basisschool in Mierlo. En daar heb ik het heel erg goed naar mijn zin, waar ik ook mijn passie en mijn kwaliteiten in kan zetten om die school en ook de leraren en de leerlingen vooruit kan helpen op mijn eigen manier. Mij maakt trots op je mbo. Je hoeft niet hoog afgestudeerd te zijn of van die dingen, toch om jouw beroep te willen doen. Ik ben een echte doener, dus ik doe graag dingen. Ik ben helemaal niet van de theorie, dat wel belangrijk is. Maar ik wil graag gewoon dingen doen. Ik vind dat heel goed, want er worden heel veel speculaties en heel veel gezegd over wat is nou een gezonde leefstijl. Voor de ene is dat natuurlijk anders voor de andere. De ene wil 10 kilo afvallen, de andere wil net iets aankomen om voor zichzelf een betere levensstijl te pakken. Gezonder willen eten. Heel vaak wordt ook geassocieerd met al die dunne meisjes, maar ja, dat vind ik eigenlijk weinig. Je moet gewoon lekker jezelf zijn, wel lekker gezond doen, maar je mag ook eens een keer gewoon een pizza nemen of dingen. Dat moet ook gewoon kunnen. En een gezond leefstijl houdt wel dat je jezelf fit voelt of dat je beter kan functioneren in wat je wilt gaan doen. Nou, mijn sterke kant is echt help voor de leraren, voor de docenten, voor de leerlingen, voor iemand anders. Maakt niet uit, ik ben echt iemand die graag helpt bijvoorbeeld. Want als hun het fijn voelen, voel ik mezelf ook fijn. Dus dat vind ik wel erg mooi. En ook gewoon sociaal, collectief, gewoon lekker met iedereen een praatje maken. Kijken hoe is het. Al zijn het maar die kleine dingen die je doet, dat iedereen denkt van, oh, die geeft aandacht aan mij. Ik word toch gezien, ik word toch gehoord. Dat zijn wel de dingen wat echt bij mij passen, persoonlijk. Voor waar dat ik er wil gaan doen om die kinderen gewoon te helpen, wat ik net al zei, om te helpen. Dat is echt mijn passie, mijn doel. Ik roepte al eigenlijk van mijn achtste, ik wil leraar worden. En onderwijsstudent past toch wel beter bij mij in welke werkzaamheden en welke taken ik krijg dan een echte leraar of lerares. Daarom wil ik er wel heel erg graag gaan doen om die kinderen vooruit te helpen, te ontwikkelen, te laten ontplooien. Van wat kan ik zelf en wat kan ik zelf nog niet, maar waar ik hulp bij nodig en die kan ik dan aanbieden aan hen. Gewoon jezelf te wezen, denk ik gewoon, dat is de beste manier om op te vallen. Je moet niet iemand anders doen, gewoon jezelf. Vertrouwen hebben in jezelf, je eigen dingen te doen. Al win ik niet, dat vind ik niet erg. Ik vind het al superleuk dat ik bij deze dag en deze dagen mag aanwezig mag zijn. En ik wens iedereen gewoon heel veel succes en geluk.